Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Op dit moment is er vrij weinig bewolking boven Nederland. Een enkel wolkenveldje daar gelaten. Maar in de loop van de dag komt van het zuidwesten uit wel weer meer bewolking opzetten. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En het is ongeveer 14 graden. Vanmiddag komt daar nog wel wat bij. In het oosten kan het 20 graden worden. Maar ja, er komen wel meer stapelwolken. Er vallen enkele buien. En vooral de oostelijke helft van het land kan daarbij te maken krijgen met onweer. De wind draait geleidelijk naar het westen tot zuidwesten. De buien trekken vanaf. Naar het oosten weg en dan klaart het flink op om komende nacht tamelijk helder weer te geven. Wel ontstaat de nevel en vannacht koelt het af naar 7 graden. Morgen wordt het dan 17 tot plaatselijk 20 graden. Een enkel buitje of wat lichte regen in het noorden misschien. Wolkenvelden, veel sluierwolken ook, maar ook af en toe de zon erbij. Voor dinsdag geldt min of meer hetzelfde. De kans op een bui in het binnenland is er wel, maar is niet heel groot. Temperaturen lopen verder op. het kan 23 graden worden, en woensdag in het zuidoosten van het land zelfs 25. Laat op woensdag en op donderdag zijn de buienkansen duidelijk groter en wordt het kouder. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl